Donderdag, den 2. Mai. Aardendrijk, kuilenkolonie. We gaan vandaag weer met een thema. Eva dort, waarvan mensen zich in ihrem leven drijven laten. Gisteren hebben we gehoord dat veel mensen van een verplaudig gewassen gedreven worden. Anderen laten den zorn ihr leven controleren. Nog anderen worden van angst en furcht ongedreven. Waar we vandaag nog checken willen, dat is, etliche mensen laten zich van materialismus ondrijven. Er verlangen naar rijkdom, dat veroorzaakt er entscheidungen te maken en te doen, zodat ze am meeste geld gewinnen kunnen. Ook wanneer de nächste daardurch aanrecht gedaan wordt of schade lijden moet. Deze mensen hadden het idee, wanneer ze meer geld hebben, dan worden ze gelukkiger zijn. Zij meinen, ihr leven wordt zekerer zijn, wanneer ze meer hebben goud gehad. Maar deze ideeën zijn falsch. In einige gemeentes of omgevingen, daar worden rijke mensen ook als wichtiger geacht worden als arme, maar in de ware gemeente Christi zal het niet zo zijn. Hebben goud kunnen ons voor korte tijd bevredigen, maar bald worden, dat ding wat we ons bloos voor onze ene bevrediging gekocht hebben, ons ook een olend worden en we worden waren wat niet gebroken. Also de ware tevredenheid is niet in dat denkbare wat we ons gekocht hebben. Voor God waar we zeker niemals meer waard zijn, wanneer we grote rijkdommen hebben. Ook brengt geld niet zekerheid met. De ware tevredenheid en zekerheid kan man bloos im Glauben en Vertrouwen aan Jesus Christus vingen. Om die ware Erfüllung im Leben te ervaren, moet wie op Sachen checken, wat dan eeuwige Wert hat. Wie moet welig zijn, die Dinge in deze Welt toch te laten, ohne die vorig te worden, om zo'n Schätze te erlangen, wat eeuwig wäre worden. Wie moet welig worden, Dinge van deze Welt auf te zaaien en ons ganz Jesus Christus übergeben. De laatste falsche Ursache, van die Menschen zich manchmal ondrijven laten, is een Verlangen naar Anerkennung. Mensen, die van een Verlangen naar Anerkennung ongedreven worden, worden veel van zichzelf reden. Zij worden vertalen hoeveel ze anderen geholpen hebben, en waar zij dingen haar beter maken kunt als anderen. Zij worden de eerste zinnen willen de nieuwigheid weer te vertalen, en zij mischen zich hier en andere liedere dingen aan, want zij meinen doordurch irgendwie gezinnen te worden en onerkennung te krijgen. Wanneer ons drief in de arbeid is, zo te zijn dat andere mensen hoog van ons houden zullen, dan worden we daardurch niet glücklich worden. Wie zullen ons sicher zo verhouden, dat christliche Eltern en christliche Vrienden met ons tevreden zijn en wat van ons houden? Paulus zegt ook dat hij wel een goede naam houden. Maar wie durven niet ding doen, bloos om gezegend te worden. Een van de wichtigste dingen in deze leven is te erkennen wat God van ons verlangt en bij God onerkennung te zeggen. En dan van die kracht ongedreven te worden. Ohne een ziel in ons leven is ons leven kool en ladig. Met Jesus Christus im leven is dat leven rijk en volle meinung.